Het faillissement van Roy Amies, de Tilburgse winkel, heeft het leven van Roy en zijn familie finaal veranderd. De afgelopen 8 jaar zijn we alleen maar met z'n allen in de winkel geweest. De laatste 2 jaar van Roy Amies, dat in december over de kop ging, waren volgens Roy bijzonder heftig, omdat de winkel 7 dagen per week open was. Daarom vind ik het ook wel heel belangrijk om nu extra tijd door te brengen met mijn ouders, zus en familie. Het is heel fijn dat dat nu weer kan. De Tilburgse realityster vroeg vorig jaar zelf faillissement aan. Tonders noemde de verhuizing van de winkel naar een duurder pand in het centrum van Tilburg en de veranderingen in de markt als belangrijkste oorzaken.